Nou, dit is de laatste dingedong. Waarom niet gewoon willekeurig aanbellen bij iemand om te kijken als het echt leeft bij de mensen in Rotterdam? Zullen we hier gaan? 15a? Oké. Okay. Dingedong! Goeiedag meneer. Goeiedag. Stoor ik u? Nee, niet bepaald. Oh, niet bepaald. Je bent uitgekozen om vandaag willekeurig mee te doen aan onze quiz Dingedong, dat te maken heeft met het Eurovisie Songfestival. Oké. Okay. Hoe ga jij kijken naar het Eurovisie Songfestival? Ik denk toch met mijn schoonmoeder, want zij is er wel grote fan van. Met je schoonmoeder naar het Eurovisie Songfestival kijken? Ja, maar ze houdt ervan. Vraag nummer 1. Wie was de winnaar van de vorige editie van het Eurovisie Songfestival? Arcade met Duncan... Duncan Lawrence? Ja. Eerste vraag. Goed. In welke concerthal wordt de finale gehouden van het Eurovisie Songfestival? In Rotterdam? Ja. In Ahoy? Ja, Ahoy. Ja, klopt. Bingo! Oké. De laatste vraag. Wanneer ga jij kijken naar het Eurovisie Songfestival met je schoonmoeder? Aanstaande zaterdag. Ja! Klopt, super! Ook. Alle drie goed. Goed gedaan, je weet genoeg. Dus dat betekent dat jij een prijs van ons hebt gewonnen. Oké. Okay. Bij deze een hele mooie sjaal. Hey Ransley, heel veel succes. Thanks, dankjewel. Geniet ervan en je bent een goede kandidaat. Ja, dankjewel. Je schoonmoeder zal trots op je zijn. Ik denk het ook, ja.